Ramies, vorige week zit dat een pijnlijke nederlaag. Blijft dat er nog lang nadreunen in de selectie? Zeker. Dit was niet zomaar verlies. De manier waarop, dat kan niet. We hebben samen besproken, koppen bij elkaar gestoken. En dan is het er wel weer snel voorbij. Moet je door, want morgen staat er weer een belangrijke pot. Ja, hoe ga je dan door? Hoe krijg je weer het vertrouwen in zo'n groep? Je gaat met elkaar zitten, je gaat praten, je vertelt elkaar gewoon de waarheid. En dan ga je samen tot een conclusie komen hoe het verder moet. En ik denk dat het aardig is gelukt. Een goede trainingsweek gehad, goede intensiteit. Dus ik denk wel dat we klaar zijn voor morgen. Heracles zit daarentegen in een goede flow. Wat vind je van hun? Ik denk dat we eerlijk gezegd meer vanuit onszelf uit moeten gaan. We moeten de dingen doen die wij willen doen. Ik denk dat we veel energie nodig hebben. En ik denk als we dat doen, dat we gewoon een leuke wedstrijd kunnen maken. En uiteindelijk met 3 punten hopelijk kunnen afsluiten. Twente Heracles staat nu bekend als een derby. Is het voor jou ook lekker? Ja, zeker. 2 benen erin. Het speelt wel wat natuurlijk om deze wedstrijd. En ik merk wel, iedereen is gebrand. Iedereen wil graag. We hebben wat recht te zetten. Dus dat is de bedoeling dat we dat morgen gaan doen. Top, succes. Bedankt.